Michael Sels is hoofddiëtist in het UZ Antwerpen, maar ook auteur en chef. En vooral een liefhebber van heerlijk eten. Gezond eten kan echt lekker zijn. Door zijn job weet hij wat goed is voor ons lijf en wat niet. Voeding als boost voor je immuunsysteem en als bron voor gezelligheid en smaak. Zalig. Kortom, voor een lekker en lang leven. Het ontbijt. Een superbelangrijke maaltijd en eentje waar ik echt van geniet. Ik ontbijt het liefste met havermout en soms durf ik zelfs in mijn havermout groenten te verwerken. En dat wil ik samen met jullie vandaag maken. Het wordt een havermout met appel en rode biet. Eerst start ik met aardbeien. Ik heb 250 gram aardbeien. Daarvan ga ik de helft al gebruiken en de andere helft hou ik voor helemaal op het einde. En dan doe ik ze in een maatbeker. Aardbeien, geweldig fruit, geeft meteen ook de zoete toets aan het ontbijtje, want er zit geen extra suiker in dit receptje, geen honing. Al het zoete komt uit het fruit dat wordt gebruikt. Daar ga ik 300 milliliter melk aan toevoegen. En daar mag je de staafmixer in zetten. Het ontbijt is een superbelangrijke maaltijd, omdat ons lichaam heeft een verbrandingsmotor en wanneer we slapen, 's nachts, is die verbrandingsmotor op zijn laagste pijl en gaat onze verbranding op een laag pitje draaien. En er zijn eigenlijk maar twee manieren om 's ochtends onze verbranding terug op dagritme te krijgen. Voor mij de leukste en ik denk ook de gemakkelijkste is kiezen voor een ontbijt. En een ontbijt waar je alle kanten mee op kan, dat je heel gevarieerd kan samenstellen. De andere manier is nuchter sporten. Als je 's ochtends sport, ga je ook je rustverbranding op dagritme brengen en heb je dus minder kans om zwaar te worden. Zelfs zo superlekkere melk om te drinken. Ik heb gekozen voor gewoon klassieke koemelk, maar heb je liever een plantaardig alternatief, kan je dat heel makkelijk vervangen door bijvoorbeeld sojamelk of amandelmelk of welke soort je graag kiest. Ik ga een steelpan op het vuur zetten. De aardbeienmelk ga ik hier al in doen. Maar ik had beloofd er ook nog groenten in te verwerken in dit ontbijt en dus hebben we een rode biet nodig. Dit is een rauwe rode biet, niet gekookt. Je vindt heel vaak in de supermarkt voorgekookte rode biet, maar je hebt dus echt de rauwe nodig. Je ziet aan een rode biet hier de bovenzijde. Dit is waar de plant nog zijn bladeren heeft. En hier onderaan is de wortel en we gaan langs deze kant raspen. Ik ga hem niet schillen, hij is grondig gewassen. En je mag de rode biet in sliertjes raspen. Zeker wel een receptje om een schort bij te dragen, want de kleurstof in rode biet, als die op je kleren komt, ga je zien dat je die er moeilijk gaat uitkrijgen. Ook aan je handen kan het soms blijven plakken. Als je de rode biet hebt geraspt, ga je net hetzelfde doen met een appel. Dus de appel gaat samen met de aardbeien zorgen voor de zoete smaak in het ontbijtje. Dus we hebben de geraspte rode biet en appel. We hebben onze aardbeienmelk en die gaan we samen mengen. We gaan 70 gram havermout toevoegen. En tijd voor de warmte in ons ontbijt. Nu moeten we de havermout even de tijd geven om de melk wat in te dikken. Nog één koffielepel kaneel toevoegen. En dan koken we onze havermoutpap verder gaar. Ondertussen hakken we ook nog 50 gram walnoten. Ja, dit ontbijtje bevat een beetje van alles. Het bevat koolhydraten in de havermout. Veel vezels. Havermout bevat veel vezels. Er zitten vezels in de appel, in de biet, ook in de noten. We hebben proteïne van de melk die we hebben toegevoegd. Dus het is echt een compleet ontbijt. Als we gerechten gaan analyseren of voedingsmiddelen gaan analyseren, bestaan die uit een aantal stofjes. We kunnen die groeperen, we noemen dat macronutriënten. En zo hebben we koolhydraten, hebben we vetten en hebben we eiwitten. Drie grote belangrijke groepen aan macronutriënten.
Wanneer je een ontbijt samenstelt, zorg je dat je uit de drie verschillende groepen iets gekozen hebt. Kies je bijvoorbeeld havermout, ja, dat is een belangrijke bron van koolhydraten. Ga je daar yoghurt, platte kaas, kwark aan toevoegen, is een belangrijke bron van eiwitten. En je kan ook vetten toevoegen door noten aan je ontbijt toe te voegen of volle melkproducten te kiezen. Op die manier, als je die drie groepen aan bod laat komen, dan zorg je ervoor dat je ontbijt verzadigend genoeg is om tot aan de middag toe te komen. Dat het alles bevat wat je nodig hebt om meteen een goede start van je dag te hebben. Nootjes, wanneer je die verwerkt in een recept, altijd roosteren. Een noot, wanneer die een beetje verwarmd wordt, gaat het vet uit de noot vrijkomen en ga je een veel intensere smaak van je nootjes hebben. Dus die mogen bij op het vuur nootjes altijd goed in de gaten houden. Ze lijken heel lang niks te doen en plots ineens zien ze helemaal zwart. Dus zeker bijblijven, regelmatig inroeren. Ondertussen kan ik ook de afwerking al stukjes snijden. Ik ga nog wat aardbeidjes, degene die we hadden overgehouden, die we niet mee in de melk hebben gedaan, ga ik in kwartjes snijden. Mij mag je altijd wakker maken voor een lekker ontbijt. Ik vind dat een super maaltijd. Ik ben echt een ochtendmens, dus met ontbijten kan je me altijd blij maken. En dit ontbijt, het fruitige, het zoete, de gegrilde, geroosterde nootjes, echt een van mijn favoriet. Minstens één keer per week maak ik hem klaar. Ik heb ook nog een aantal diepvrieskersen. Diepvriesfruit is een perfect alternatief voor wanneer fruit niet in het seizoen is, bijvoorbeeld, of van wanneer je snel moet zijn. Maak je geen zorgen wanneer je fruit en bijvoorbeeld koolhydraten combineert. Zorg er gewoon voor dat je meer groenten en fruit hebt gegeten. Want maar amper 10% van de Belgen eet genoeg fruit en maar amper 5% eet genoeg groenten. Dus meer, 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 dat is de boodschap om de fitste versie van jezelf te worden. De havermoutpap is gaar. Tijd om te serveren. Een kleur om vrolijk van te worden. Onze havermoutpap. Geroosterde walnoten bovenop. Fijn gesneden aardbeidjes. En onze halve kersen. En voilà. Een topstart van je dag met deze pink havermoutpap. Super lekker en je hebt energie tot de middag. Smakelijk! Comfort food. We kunnen er allemaal van genieten en ook dit past zeker binnen een lekker lang leven. Bloemkool en kaassaus en gehaktballetjes, maar op een Spaanse manier en een gezondere versie. We starten met de bloemkool. Eerst gaan we de bladeren verwijderen van de bloemkool. En daar gaan we roosjes van snijden. Bloemkool met kaassaus. Een Vlaamse klassieker, heel vaak met een dikke bechamelsaus. Deze versie is een stukje lichter. Een andere kaas gaan we gebruiken. We proberen heel veel groenten erin te stoppen. Maar eerst gaan we de bloemkooltjes al een stukje garen. Blancheren noemen we dat in de keuken. Ik ga een grote ketel gebruiken. Ons water waar we de bloemkolen in blancheren, altijd wat zout aan toevoegen. Geef je meteen ook al smaak aan die bloemkool. Bloemkool is van nature eerder neutraal, dus je mag daar zeker wat krachtigere smaken bij stoppen. En we gaan bij die bloemkool een crumble maken. Een crumble, zoals je misschien ooit al wel eens appelcrumble hebt gemaakt, een krokant korstje bovenaan. Zo hebben we de gegaarde bloemkool zacht met een kaassaus en bovenop die krokante crumble. Hoe gaan we die crumble maken? We hebben daarvoor havermout nodig, 100 gram. Lijnzaad, 50 gram. En dan
tahini. Tahini is een sesampasta. Dat zijn eigenlijk sesamzaadjes die geroosterd en gemalen zijn. Ik kan het een beetje vergelijken met pindakaas. Is van smaak redelijk sterk. 3 eetlepels. Een eitje. Crumble gaat ook zorgen voor heel veel smaak. Dus mag je zeker peper en zout aan toevoegen. En nog maïszetmeel. Maïszetmeel gaat tijdens het bakken zorgen dat uw crumble niet te kekerig gaat worden, maar dat het echt krokant wordt. Dat het echt kruimelig wordt na het bakken. 1 eetlepel maïszetmeel. We zetten alles mooi onder elkaar. Onze crumble mag even aan de kant tot onze bloemkooltjes half gaar zijn gekookt. En we gaan starten aan onze albondigas. Misschien ken je het wel, zijn Spaanse gehaktballetjes, heel vaak bij tapas geserveerd in een tomatensaus. Deze zijn gemaakt van lamsgehakt. Lamsgehakt heeft een heel typische uitgesproken smaak. Ik zelf ben echt fan van lamsvlees. Ben je dat zelf niet helemaal? Kan je ook rundsgehakt nemen bijvoorbeeld? Ik heb daarvoor 400 gram gehakt. Is helemaal niet zoveel, omdat ik er ook nog kikkererwten ga aan toevoegen. Ik zeg soms wel, voeding is de nieuwe religie geworden. En in elke religie heb je extremisme en heb je ook in voeding. En je hoeft, zoals in sommige religies, dingen totaal verbieden, hoef je echt niet te doen. Als je gewoon probeert meer peulvruchten aan je menu toe te voegen, waardoor we eigenlijk onze verhouding gehakt een stukje naar beneden gaan halen. Kan je heel eenvoudig met elk gehakt gerecht doen dat je maakt, haal de helft van je gehakt uit je recept en voeg linzen, kikkererwten of andere peulvruchten toe. Het zijn ook bronnen van eiwitten en op die manier heb je weer gefocust op iets positiefs, meer peulvruchten en heb je jezelf niks verboden. Want we weten, focussen op minder doen we al heel lang en heeft nog maar weinig verschil gemaakt. 400 gram gehakt, 200 gram kikkererwten. Daarbij komt nog paneermeel om ervoor te zorgen dat onze balletjes mooi stevig gaan zijn. 70 gram. We gaan daar ook nog gestoofde shallot en kruiden bij doen. Maar die shallotten gaan we eerst apart een klein beetje stoven. Anders, als we die rauw gaan toevoegen aan onze mengeling, gaan we die moeilijk gaar krijgen bij het koken en het bakken van onze albondigas. Neem 2 shallotjes. Een beetje vetstof bij in de pan. Onze shallotjes stoven we glazig. Ondertussen zijn ook onze bloemkooltjes half gaar en ga ik deze afgieten. Ik neem een grote ovenschaal. Hierin gaan we de bloemkool crumble zo dadelijk in de oven zetten. En onze kaassaus voor erbij. Daarvoor ga ik in plaats van een klassieke bechamel ricotta kaas gebruiken. Die ricotta kaas ga ik een beetje water bij doen. Maar ook ricotta is vrij neutraal van smaak. Dus daar mogen krachtige smaken bij. En ik ga daarvoor mosterd gebruiken. Een echte stevige mosterd. Die half gemalen is. Er zitten nog kleine stukjes mosterdzaad in, maar is toch al een stukje fijn gemalen. Mag erbij 1 eetlepel. En dan heb ik 70 milliliter water. Hier ga je een sausje van roeren. Bloemkool met kaassaus in de oven. Echt een klassieker, denk ik, die heel veel mensen regelmatig al op hun menu hebben zien passeren. En niks mis mee, maar je kan ook een versie maken met ricotta. En ricotta is laag in vet. Maar toch wil je ook een vervanging voor het kaaskorstje, het krokante van die kaas in de oven. En daarvoor is die crumble perfect. Je hebt die ricotta die laag is in vet en die laag is in zout, maar hoog in eiwitten. Dus daar kan je heel veel kanten mee op. Kan je smaken makkelijk aan toevoegen. Kan je een leuke saus mee maken. En dan de crumble zorgt ervoor dat je toch dat krokante hebt en dat het uit de oven komt dat iedereen meteen wil aanvallen. Mag je die kaassaus
onder je half jaar gekookte bloemkooltjes roeren. En dan crumble-tijd. Krokante stukjes crumble bovenop maken het een plezant gerechtje om te eten. Het is altijd leuk wanneer je een menu samenstelt dat je ook naast verschillende smaken ook verschillende texturen probeert te combineren. Dus niet enkel maar zachte dingen, maar ook ja, er telkens iets krokant probeert bij te zetten. De bloemkooltjes zijn eerder zacht, de gehaktballetjes zijn zacht. En dus die crumble die zorgt voor het krokant toetje, wat het leuk maakt om te knabbelen. De bloemkoolcrumble mag in de oven. Die is voorverwarmd op 200 graden. Een kwartier, 20 minuten heeft hij het nodig, de bloemkooltjes om verder te garen en de crumble om heerlijk krokant te worden. Dan gaan we balletjes rollen. Ik heb mijn gehakt en mijn kikkererwten. Ik ga daar nog de gestoofde shallot bij doen. En ook nog een aantal kruiden erbij in. Tijm en rozemarijn. De takjes gaan we niet gebruiken. Dus van de tijm kan je dat er zo afritsen. En de rozemarijn hak je beter fijn. Dus neem je gewoon een paar takjes verse rozemarijn. Kan je ook gedroogd vinden als je geen verse tegenkomt in de winkel. Maar ik vind de verse ja, geeft toch meer smaak. Ik heb al mijn lams gehakt, mijn kikkererwten, de gestoofde shallot, al mijn kruiden en paneermeel. De Spaanse keuken is gekend voor zijn sterke, afgekruide gerechten. Dus ook hier mijn albondigas. Goed wat peper en flink wat zout. Dan gaan we mengen. Ik begin meestal eerst met een lepel te mengen, omdat de gestoofde shallotten nog heet kunnen zijn, maar als ze een stukje afgekoeld zijn, dan moet je uiteindelijk toch balletjes rollen en kan je dus ja, een beslagje maken. Je hoeft zeker niet volledig vegetarisch of veganistisch door het leven te gaan om gezond te zijn. Kies 2 dagen per week voor een vegetarisch menu en op die manier ga je al meer groenten in je weekmenu hebben ingeplant en gaat het makkelijker zijn om je totale hoeveelheid vlees onder controle te houden. We richten ongeveer op maximum 500 gram rood vlees per week, maar dat is eigenlijk heel eenvoudig als je kiest 2 keer voor vis, 2 keer vegetarisch en dan heb je nog heel wat dagen over om te genieten van dat stukje rood vlees. We hebben een mooie paat van lamsvlees en kikkererwten en gaan we nu onze albondigas rollen. Je maakt balletjes, ongeveer de grootte van een ei. En we gaan die, voor we die gaan bakken, kort koken. Dus je maakt die al in een kook. Balkjes rollen. Nu rollen we grote balkjes, maar als je balkjes voor in de soep maakt, kleine, en je hebt er dan een kilootje gehakt te doen, ben je wel even bezig. Maar super relaxed na een half uurtje frikadellen maken. Kokend water toevoegen. Ongeveer 8 minuutjes gaan we deze al koken. Dan gaan we eens kijken of dat onze bloemkoolcrumble al klaar is. Ja. Deze is helemaal gaar. Onze albondigas zijn nog even aan het koken. We gaan ze zo dadelijk afgieten en dan kunnen we ze kort nog even bakken in een hete pan. Maar geef toe, albondigas, meteen het tapa-gevoel. Het brengt mij meteen op vakantie. Spanje is een van de landen waar ik graag naartoe ga. Tapatjes proeven, nieuwe smaken ontdekken, marktjes bezoeken en overal ja, nieuwe dingen proeven, nieuwe gerechten ontdekken. En dit is zo eentje die ik in Spanje heb leren kennen en dacht, die moet ik zelf een keertje uitproberen, maar dan wel met een andere versie, de bloemkoolcrumble-versie. Een pan, die gaan we heet maken. Daar mag een beetje olie in. Hold on to me as we go. As we roll. En dan gaan we er nog een aantal bruin laten bakken.
this wave stringing us along. Zalig die geur van gebakken albondigas. Ook die rozemarijn en die tijm komt er echt naar voren. En dan ben ik helemaal klaar om te serveren. Een aantal krokant gebakken albondigas met lams gehakt en peulvruchten. En onze bloemkool crumble met ricotta kaassaus. Spaanse albondigas met bloemkool crumble en ricotta kaassaus. Het comfortfood dat je meteen op reis stuurt naar Spanje. Zeker een keertje proberen. Het volledige recept kan je vinden op njam.tv. Laat het smaken. Ciao!